We gaan vanavond afscheid nemen van deze oude kazerne hier. En we doen we in een optocht door het dorp heen met al onze voertuigen zo richting onze nieuwe kazerne. Ja, de kazerne zoals die hier staat heeft heel wat jaartjes mogen dienen en ook voor ons echt super plekje geweest. Alleen voor de maatstaven zoals ze tegenwoordig zijn, ook met betrekking tot schoonwerken waar wij ook druk mee bezig zijn, is het helaas niet meer te realiseren hier. En vandaar ook goed om naar een nieuwe plek te gaan. Nee, het gaat geen consequenties hebben voor de aanrijdtijden. Het is allemaal berekend. Daar hebben we kundigen voor binnen Brandweer Twente. Die hebben alles berekend op waar zit onze vrijwilliger nu echt in het dorp. En op basis daarvan is er een keuze gemaakt om de kazerne op de locatie waar hij nu zometeen naartoe gaat, aan de Kasteelstraat, om hem daar naartoe te verplaatsen.